Welkom allemaal bij Raceport Live, de avondklok. En vanavond zijn jullie gastheren, Evert Slager, en naast mij zit Asse Klein. En we gaan het vanavond hebben over de Nederlanders in het IDM. En we hebben daarvoor twee gasten uitgenodigd, Ricardo Brink en Pepijn Bijsterbos. Kijk, daar zijn de mannen. Hoi. Goedenavond, mannen. Goedenavond, mannen. Welkom. Alweer in de derde, of deel drie van deze week van onze live chat. De avondklok. Iedereen moet binnen blijven, dus iedereen zit voor de buis nu naar jullie te kijken. En jullie komen ook dit jaar opnieuw uit in het IDM Superbike kampioenschap. En beiden hadden de afgelopen tijd nieuws. Ricardo een tijdje terug al. Pepijn eerder deze week. Yes. En wie kunnen we beter jullie even aan de tand laten voelen dan Asse Klein? Asse doet normaal gesproken de IDM-verslagen voor racesport.nl en helemaal thuis in het Duitse wegracekampioenschap. Dus Asse, brandlos. En, ja, voordat we het over racen gaan hebben, is het wellicht ook wel even leuk. Jullie hebben, naast dat jullie allebei vaste IDM Superbike 1000 rijders zijn, hebben jullie volgens mij iets meer gemeen, want volgens mij zijn jullie ook allebei handige klussers, want Pepijn die heeft een heel huis verbouwd. En ik zie op social media dat Ricardo druk bezig is met zijn eigen camperbus te verbouwen. Hoe staat het daarmee, jongens? Beginnend bij Pepijn. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, je kijkt nu naar het nieuwe huis waar we in zitten. Of nieuw huis, dit is een heel oud huis wat we eigenlijk casco hebben gemaakt en opnieuw aan het opbouwen zijn gegaan iets meer dan een jaar geleden. En nou ja, sinds vorig jaar noemen we het, zitten we erin en dat was Oudjaarsdag. Dus sinds Oudjaarsdag wonen we nu in het nieuwe huis, dus dat is wel fijn. Dus we hebben een stukje druk weg. Ja, dus echt een vol jaar aan het klussen geweest in jullie nieuwe woning. Ja, en we zijn nog lang niet klaar. Dit is het eerste gedeelte wat nu een beetje klaar is, dat bewoonbaar is. En dan gaan we stap voor stap steeds verder om de rest ook klaar te maken. Ja, dat klinkt als racetaal stap voor stap verder. Ja. En bij Ricardo, hoe is dat bij jou? Druk bezig met een camper volgens mij om dat klaar te maken voor het nieuwe jaar? Ja, hartstikke druk mee. Het eind van vorig jaar hebben we een grote sprinter gekocht. En die zijn we helemaal zelf aan het inbouwen tot camper, zeg maar. En laadruimte en slaapgedeelte en leefruimte. En ja, er is echt gewoon een heleboel werk, maar wel heel erg mooi. We werken gewoon van 7 tot 4. En als de dag om is, dan gooi ik snel de bus naar binnen. En dan ga ik daar de hele dag nog mee verder. Totdat de avondklok is natuurlijk. Ja. Het gaat hartstikke goed. We zijn echt wel goed op weg. Ja, het wordt hartstikke mooi, dus heel veel tijd, maar daar hebben we wel wat aan het einde. Ja, dus jullie, misschien wel goed voor de mensen thuis die aan het kijken zijn. Jullie slapen dus tijdens de raceweekend niet in hotels of iets dergelijks, maar jullie blijven gewoon allebei eigenlijk altijd op de paddock overnachten? Mm-hmm. Ja. Ja. Evert kon het net al aan, nieuws over 2021, jullie allebei. Allebei rijdend voor een nieuw team. Al is Pepijn wel redelijk dicht bij huis gebleven. Ricardo was het eerste met het nieuws aankondigen voor 2021. Je hebt 3 jaar bij SVPN gereden, op de Yamaha. In het IDM Superbike kampioenschap. Nu voor BCC Racing, een Duits team, naar de BMW. Kan je ons meenemen in waarom je tot deze keuze bent gekomen? Ik heb natuurlijk 3 mooie jaren met SVPN gehad. En hun hebben me de kans gegeven om in het IDM te komen. En ja, in het begin was het heel moeizaam. Maar door de jaren heen hebben we wel echt hele grote stappen gemaakt en mooie resultaten gehaald. Alleen dit laatste jaar, denk dat we toch een beetje uitgewerkt waren met elkaar en toe waren aan iets nieuws. Ik en ik denk het team ook. En in de laatste race had ik best een goede wedstrijd. Ik moest van ver komen en uiteindelijk in de top 10 gekomen. En ik kwam in gesprek met de teammanager van BCC Racing. En best een heel goed gesprek. En ze waren heel enthousiast en gemotiveerd. En ze vroegen of ik interesse had om voor hun te rijden in het nieuwe seizoen. Daar heb ik even over nagedacht. En natuurlijk wat dingen besproken. Ook met Danny de Boer die me veel helpt.
Maar ja, ik was er al vrij snel uit dat ik dit wel graag wou gaan doen. En ja, de BMW, ja, die heeft zich natuurlijk in de laatste jaren echt bewezen in het kampioenschap. Want ja, die hebben gewoon echt hele goede resultaten gehaald. En ja, ik vond de nieuwe stap op een of andere manier, trok me wel en heel goed gevoel bij. En ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ja, over de rolverdeling tussen Yamaha en BMW, daar kunnen we zo meteen ook nog even wat verder over hebben. Het BCC-team, kun je daar nog wat meer over vertellen? Wat voor team is het? Is het een heel groot team met veel rijders of is het juist een klein team? Nou, het is een klein team. 4 mensen in totaal. Ja, ik ben ook de enige rijder in het team en op zich ja, vind ik dat ook wel prima. Dat vind ik wel fijn. Lekker focus op mij en gewoon lekker klein team bij elkaar. Ze hebben Europese kampioenschap hebben ze gedaan met best wel bekende rijders ook. Tony Vinsterbusch, Katijniger, Stefan Kersbomer. Verder kende ik de jongens nog niet heel erg goed. Maar ja, het contact tot nu toe is heel goed. En ik merk gewoon dat ze echt heel erg gemotiveerd zijn. Ja, en dat vind ik heel belangrijk natuurlijk. Dus ja, we gaan het meemaken. Ja, nou, we gaan het zo even wat verder ook hebben over de ambities voor het komende jaar. Toch even naar Pepijn schakelen, want gisteren kwam daar ook het nieuws naar buiten van EGS Alpha van Zon BMW-team. Dat je hebt meerdere jaren een eigen team gehad, zeg maar als het ware, met je eigen mensen. Wel bijna als een soort van satellietteam van het van Zon BMW-team van Wenne Dame. Maar nu komend jaar ben je weer als het ware echt binnen de box van het team van Wenne Dame met 3 andere rijders. Kun je ons daar wat meer over vertellen hoe deze keuze tot stand is gekomen? De samenwerking die hebben we al afgelopen seizoen al echt heel intensief gehad. Dus eigenlijk nu 3 seizoenen achter elkaar hebben we eigenlijk de pitbox gedeeld. Achter de schermen werkt wel heel veel samen, waardoor de lijntjes heel kort zijn. Eigenlijk onder team ken ik al van veel langer daarvoor, want 2 seizoenen ook voor hun gereden. Dus zo, ja, iedereen in het team ken ik eigenlijk al heel goed. En afgelopen 3 seizoenen hebben we dus eigenlijk, vanaf het vooraanzicht was het wel 2 verschillende teams. Zo werd het ook al georganiseerd. Alleen achter de schermen werd toch echt veel gecombineerd. We konden data uitwisselen, bijvoorbeeld de onderdelenreserve werd gedeeld. Zodat wij als klein team niet heel veel grote investeringen hoefden te doen. En dat maakt het mogelijk om zo goede resultaten als een klein team binnen te halen. En eigenlijk zo hebben we afgelopen jaar met Wenne gesproken. En zij heeft ook van, hey, eigenlijk is het wel raar. We doen zoveel dingen parallel. Kunnen we niet beter gewoon één wandje ertussen uithalen en het gewoon in één box doen? En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen om toch onder 1 vlag te gaan rijden weer. En dat is ja, dus eigenlijk de wand gaat ertussenuit. Ik blijf met mijn eigen mensen werken, waardoor we gewoon in het team weer integreren eigenlijk. Ja, helder. En je bent natuurlijk ook, de wand is er al eens eerder ertussen weg geweest. Want uit mijn hoofd, 2015 en 2016 heb je ook al voor het team van Wenne Dame gereden. Klopt, ja. Dat was 2 seizoenen nog in de stokklasse. Dus er was, toen was het nog in de DTM had je een superbike en een stokklasse, 2 aparte klassen. Dus dat is vanaf 2017 is het 1 reglement geworden. Toen er gewoon een heel goed gevoel bij de mensen die toen al bij het team zaten. En die klik is eigenlijk altijd gebleven. En Ricardo vertelde net, die zit met BCC Racing als 1 coureur binnen een team. Bij jou is dat anders, want Ilya Mikalczyk, Tim Eby en Jan Moor zijn jouw teamgenoten. Klopt, ja. Ja, Ricardo vertelde net van, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om alleen in een team te rijden. Hoe zie jij dat met 4 rijders in het team? Als dat het heel druk is in de box, of juist als een voordeel dat je veel dingen van elkaar kan delen? Ja, het heeft altijd voor- en nadelen. Zoals afgelopen seizoen hadden we dan eigenlijk een wandje ertussen. Waardoor we eigenlijk als een klein team ernaast stonden. Het voordeel is dat je, als je met elkaar in één box staat, dat je nog sneller op dingen kan reageren. Sneller ziet, hey, die pakt die band, hoe pakt dat uit? Dan kun je voor snelle dingen zeg maar, informatie delen. Dat werkt toch net een stukje sneller in een groot team. Maar het is nog steeds altijd, je moet zorgen dat je voor jezelf de boel goed voor elkaar hebt.
Dat is in een klein team moet je dat zorgen, maar in een groot team ook. Uiteindelijk moet je daar toch zorgen dat je eigen mensen die voor jou het werk zijn, dat die alles benodigd hebben om het werk goed te kunnen doen, om het resultaat te halen. Ja, helder. En Ricardo, hoe kijk jij daarnaar? Want jij gaat nu, je stapt van de Yamaha over naar de BMW. En dan kom je als enige rijder in een team. Dus je hebt eigenlijk niet veel referentie om te delen met andere rijders. Zie je dat dan als een nadeel? Of is het juist, wat je net aangeeft, juist wel lekker om alleen in een team te zitten? Als er een tweede rijder in de superbike klasse bij ons in het team zou komen, dan zou ik dat op zich niet heel erg vinden. Hoor. Want ja, zoals Pepijn zegt, je hebt er natuurlijk voordelen aan. En ik moet natuurlijk met de BMW nog veel leren. En er zullen een boel dingen zijn waar ik tegenaan ga lopen. Dus het was bijvoorbeeld mooi geweest als je een ervaren BMW-coureur in je team had gehad. Ik ben zelf wel iemand, ik hou wel van de rust omheen en niet te veel drukte, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat voor mij wel een voordeel is, dat ik dan alleen in het team zit. Maar ja zoals Pepijn al zei, je hebt voordelen en nadelen. En ja, het zal voor mij een voordeel zijn dat ik de rust heb. Alleen een nadeel dat we alles uit moeten vinden. Dat zal lastig zijn. En wij hebben, wij doen het eigenlijk allemaal zelf. Kijk, Pepijn heeft natuurlijk altijd de ingang gehad bij Werner. En veel informatie van Werner kunnen krijgen. Ja, dat hebben wij natuurlijk niet. Dus dat is wel lastig. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ja, dat is in ieder geval ook de spirit om aan het seizoen te beginnen straks. Voordat we even over het seizoen 2021 gaan hebben, wil ik even ook met jullie terugblikken op de afgelopen jaren. Als ik eigenlijk naar jullie de laatste jaren kijk, is het eigenlijk deels wel een beetje hetzelfde patroon. Voor jullie was eigenlijk 2019, was voor jullie eigenlijk allebei het sterkste seizoen in de IDM Superbike. Waarbij Pepijn derde werd in de eindstand. En mag ik straks nog zelf zeggen, maar voor mij was dat echt een mega goed seizoen met 5 podiums en hele goede wedstrijden gereden. En ook voor Ricardo met 2 podiumplaatsen. En, je werd 7e in de eindstand, maar je stond ook kort op de 4e, 5e rijder in de eindstand. Dus echt een goed jaar gehad. Maar afgelopen jaar, 2020, Pepijn 7e geworden in de eindstand en jij 10e, Ricardo. Toch de resultaten wel een stuk minder dan het jaar ervoor. Kunnen jullie verklaren waarom dat gebeurd is? Geef ik het woord aan Pepijn. Nou ja, 2020, het was een heel vreemd seizoen. Dat heeft iedereen kunnen meemaken. Omdat ten eerste, er mocht geen publiek op de circuits komen. Dat maakt het al vreemd. Het seizoen begon heel laat. Duurde lang voordat er een beetje zekerheid was wanneer het seizoen zo echt zou beginnen. Elke keer werd er weer een race gecanceld en werd alles weer ietsjes opgeschoven. Dus eigenlijk kwam het op neer voor ons. Dus de voorbereiding was niet ideaal. We hebben wel wat kunnen testen met de nieuwe motor, alleen niet eigenlijk genoeg. We hebben af en toe wat kunnen rijden, maar het was geen dagen van kwaliteit. Dus we hebben niet genoeg vooraf kunnen testen. En voor mijzelf was het, zelf gewoon niet, de eerste race weekend Assen was eigenlijk gewoon heel goed. Zat ik eigenlijk kon ik zo'n beetje voor het podium meestrijden. Als ik op de race dag zelf was ik niet fit. Ik kon heel weinig eten binnenhouden. Dus ik had was ik gewoon niet fit. Zodat ik heel weinig energie had. Dus de races waren voor mij eigenlijk heel lang en heel zwaar. Dus daarom was het resultaat, anders had ik denk ik echt voor het podium mee kunnen strijden. Maar de races na Assen heb ik niet het ritme kunnen vinden wat ik graag wou. We hebben lopen stoeien met de motor om de goede afstelling te vinden. En het was allemaal kort op achter elkaar. We hebben 2 raceweekenden in 1 week gehad. Dat heeft allemaal niet geholpen om eigenlijk in de goede flow te komen die ik bijvoorbeeld in 2019 had. Ja, duidelijk verhaal. En Ricardo, hoe zie jij dat het seizoen 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor in 2019? Wat Pepijn al zei, het begint natuurlijk allemaal heel raar. We hadden natuurlijk een voorjaarstraining gepland en die ging al niet door. Wat natuurlijk heel vervelend is, want je hebt dat gewoon keihard nodig. We hebben een winterstop van 5 à 6 maand. Dan ga je een week trainen in Spanje om weer helemaal erin te komen. Nou ja, die mis je al. En ik dacht dat de eerste dag na de laatste wedstrijd in 2019, trainen was 8 maand, zat ertussen volgens mij iets. Zoiets. Dus dat was al heel raar. En de eerste dag was eigenlijk gelijk goed. Gevoel was goed, snelheid was goed. Maar toen de stap maken om te verbeteren, zeg maar, daar liep ik een beetje op vast. En ik had geen goed gevoel. Met de motor had ik geen goed gevoel. En zelf
kwam ik daardoor ook een beetje in de knoop. Ik wist niet of het goed was of slecht was of dat het aan mezelf lag. En daar zijn we eigenlijk een beetje te lang in blijven hangen. En in Lausitzring, de derde wedstrijd, toen kwamen we eigenlijk achter iets wat mij een heel goed gevoel bracht. Ja, en vanaf toen begon ik ook weer echt zelf het goede gevoel te krijgen. En toen was de snelheid er ook weer. En Hockenheim begon gewoon heel erg goed. Ik had echt weer de snelheid die ik eerder ook had. En dat merkte ik ook. En dat gaf zelfvertrouwen. Ging heel goed. Ja, de kwalificatie ging dan helemaal mis. 2 keer gevallen en 23ste starten. Maar ja, in de wedstrijd toch van 23 naar 9. En ja, toch wel laten zien dat ik er weer was. En het gevoel was goed. Maar ik heb te veel tijd verspild aan... aan iets waar we te laat achter zijn gekomen, zeg maar. Waardoor ik en de motor voelde niet goed. En mijn eigen gevoel was ook gewoon niet goed genoeg om hard te kunnen gaan, zeg maar. Nee, ja, helder verhaal ook. Het was ook eigenlijk een soort van sprintkampioenschap eigenlijk, zeg maar. Hè, met 4 evenementen ten opzichte van een normaal seizoen met 8 of 9 evenementen. Dus ja, je moest er gelijk staan. En anders was eigenlijk deze seizoen verloren. En wat Pepijn net ook al zei, van ja, na Assen waren de tweede en derde evenement waren binnen... 1 week. Dus ja, als je een slechte week had, dan was je halve seizoen weg, zeg maar. Dat neemt niet weg dat de jongens die wel in vorm waren, ja, die stonden er ook. En ja, een van de jongens die er vorig jaar echt stond, was Jonas Volger. Die heeft natuurlijk het seizoen gedomineerd vorig jaar, met alle wedstrijden gewonnen. Daardoor leek het misschien aan kop niet altijd even spannend, maar daarachter waren er hele mooie gevechten om het podium en waarbij jullie dan streden net buiten de top 5. Hoe kijken jullie daarna naar dat Jonas Volker vorig jaar gereden heeft? Is dat zeg maar iets positiefs geweest voor het IDM-kampioenschap of juist misschien iets negatiefs? Pepijn? Ja, ik zie het als zeker wel als positief. Hij heeft ook laten zien wat mogelijk is. Ik denk, spreek misschien een beetje voor Ricardo, dat de mensen die met een Yamaha reden zaten eigenlijk wat de afgelopen seizoenen sommigen wat te klagen over dat de Yamaha niet snel genoeg was. Ik denk wel dat ze nu hebben Volger heeft laten zien dat Yamaha ook zeker echt goed is. En dat je er echt hard mee kan rijden. Dat niet alleen BMW het kampioenschap beheert, zoals eigenlijk een beetje gezegd werd vooraf. Dus dat is denk ik zeker een goed punt dat er ook een ander merk nu dat eigenlijk doorbroken heeft. Maar ja, hij is gewoon een topcoureur. Het team heeft alles supergoed voorbereid. En het klopte voor Jonas gelijk vanaf het begin. Ja, nou ja, voor jou, Ricardo, misschien wel goed om daarop te reageren. Want jij reed 3 jaar met een Yamaha. Hoe kijk jij daarna? Ik denk... Pepijn heeft natuurlijk gelijk. Wat Jonas heeft laten zien met die Yamaha, dat is natuurlijk superknap. Maar ik denk zelf ook... Als je Jonas op een Honda had gezet of op een BMW, dat hetzelfde was gebeurd. Die jongen heeft een niveau, dat is gewoon ongelooflijk. Dat zien we aan alles. Als je 9e start en in de 2e bocht al 2e ligt of 1e, dan denk je van wat zijn we aan het doen. Die jongen die heeft gewoon zoveel talent. En ik vind het wel heel erg mooi dat hij er geweest is. Het is natuurlijk, als je kijkt thuis naar de wedstrijd, dan denk je, dit slaat natuurlijk nergens op. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Assen, er ligt natuurlijk ook nieuw asfalt. Dus het circuit is sneller geworden. Ik denk dat als Jonas er niet geweest was, had Mikkelčík nooit zo'n snelle tijd neer kunnen zetten. Die motiveert zich ook alleen maar meer door zo'n jongen in het IDM. En dat trekt natuurlijk iedereen weer mee. Dus ja, voor het niveau is het heel goed geweest, denk ik. Ja, je kunt er op 2 manieren inderdaad naar kijken. Inderdaad. Ja. Want je zegt van, het is heel knap natuurlijk dat je van P9 start en 2 bochten vooraan ligt. Maar dan krijg je het gevoel van, hey, wat doet de rest dan, zeg maar. Maar dat is natuurlijk hoe je ernaar kijkt. Als je dan de stap maakt naar het niveau, even het algemeen van het IDM Superbike kampioenschap. Hoe hoog is het niveau in het IDM Superbike? Nou, ik, als ik het zo mag zeggen, dan denk ik dat dit gewoon het Europese kampioenschap is. Er bestaat natuurlijk geen Europese kampioenschap meer. Maar als iets het een naam zou mogen krijgen, dan vind ik dat IDM dat is. Want als je kijkt naar nationaliteit en de rijders die erin rijden, dat is eigenlijk allemaal topcoureurs. Die allemaal titels hebben gehaald op heel erg hoog niveau. En ik denk dat het niveau gewoon echt heel erg hoog is in het IDM. Ja, daar ben ik het zo volledig mee eens. Ja. Ik denk dat het ook, als je ook ziet inderdaad, de onderlinge verschillen. De afgelopen jaren is de onderlinge verschil in de top, zeg maar, 12, 13, is ook veel. Het is veel dichter op elkaar gekomen met veel meer jongens die, zeg maar, in de top 5 kunnen rijden. Dus dat is denk ik ook een goede ontwikkeling voor het IDM.
Als je dan kijkt van, hey, je zegt het Europees kampioenschap, Ricardo, en dan zit daar dan boven natuurlijk het wereldkampioenschap, de WK Superbike. Is het IDM Superbike een ideale opstap om naar de WK Superbike te komen? Jonas bewijst het nu eigenlijk, dat gaan we zien. Ja, maar is Jonas, en dat is ook misschien een soort van heel talent, zeg maar. Misschien ook wel een beetje een uitzondering op de regel. Als we dan Michalczyk als voorbeeld nemen, die is natuurlijk ook 2 keer kampioen geworden in deze klasse. Is voor mij 25 jaar oud. Maar die zit dan nu wel voor het 4e jaar in het IDM Superbike. En blijkbaar lukt het hem dan niet om de stap te maken naar het WK Superbike, wat dan eigenlijk een logische vervolgstap zou zijn. Ja, dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren, dat het heel moeilijk is om uit een nationaal kampioenschap de stap te maken naar een WK Superbike, die stap. Er zijn er maar heel weinig die dat lukken. Dat zie je bijna ook uit andere kampioenschappen. Dus, bijvoorbeeld zoals met bijvoorbeeld Scott Redding, die reed dan in het BSB. Maar ja, die komt van MotoGP naar BSB en dan maakt hij wel weer de stap terug naar een WK Superbike. Vergelijkbaar met Jonas Mulder. Ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar, maar dat zijn degenen die ook echt gelijk ergens komen en met kop en schouders erbovenuit steken. Degene die in het kampioenschap strijden en eigenlijk niet heel ver boven de rest uitsteken, die kunnen niet zomaar die stap maken. Dat zie je gewoon eigenlijk uit geen enkel nationaal kampioenschap gebeuren. Nee. Dus het is gewoon moeilijk, blijkbaar. Ja, is moeilijk. Maar desalniettemin wordt er mega hard gereden in het IDM Superbike. Vaak ben ik er zelf ook live bij, dus ik zie het met eigen ogen ook aan. Ja. Ook de ontwikkeling van het IDM kampioenschap wil ik wel even met jullie bespreken. Dat was eigenlijk de periode net voordat Ricardo in de IDM Superbike instroomde. Was het wel wat armoede troef hier en daar in het IDM. Zeker bijvoorbeeld in de IDM Supersport 600 klasse. Dan hadden we wel eens wedstrijden dat er 12 of 14 rijders aan de start stonden. En ja, er was de 300 klasse nog in ontwikkeling, dus dat was er nog niet echt. Je had in de Superbike-klasse, wat Pepijn al vertelde, dat je soms nog 2 categorieën met Superstock en Superbike, waar dan ook weinig rijders waren. Nu zie je weer volle startveld in het IDM, een kalender die zich ontwikkelt met meer wedstrijden. Hoe kijken jullie tegen de ontwikkeling van het IDM aan? Merken jullie dat als rijders ook dat het beter geregeld is dan bijvoorbeeld 5 jaar of 4 jaar geleden? Ik ben natuurlijk vanaf 2018 pas in het IDM gekomen. En toen hadden we denk ik 22 rijders aan de start staan. Maar toen was het supersportkampioenschap, alles begon toen weer vol te raken, zeg maar. En ik heb natuurlijk wel het IDM in de gaten gehouden, jaren daarvoor. En ja, toen was het natuurlijk veel minder. Ja, wat je zegt, de 12 rijders in de supersport, ja, daar wil je natuurlijk niet mee aankomen. Maar als je dan nu kijkt, het IDM werkt gewoon heel erg hard. Ik vind het een hele goede organisatie die heel duidelijk is in hun plannen en wat ze willen, zeg maar. Ja, dat is ook goed om te vertellen aan de kijkers dat er in 2018... Een transitie als waar is geweest dat Motorpress Stuttgart het heeft overgenomen. En eigenlijk sindsdien zit het ook weer in de lift. Ja, en ik vind gewoon dat ze het heel erg goed regelen. Ik heb eigenlijk nooit rare dingen dat ik denk van ja, dat is gewoon niet goed geregeld. Ze staan voor alles open, ze willen overal over praten. En dat werkt gewoon heel goed en dat spreekt heel veel mensen aan. En ik denk dat het daarom ook een heel erg vol kampioenschap is geworden nu. Plus de kalender is gewoon prachtig. Als je nu ook kijkt, we hebben 9 wedstrijden en daar heb je bijvoorbeeld ook de Red Bull Ring erbij. Dat is ook een prachtig circuit, de Saxe Ring. Dit soort circuits, het ziet er gewoon prachtig uit en je kunt er een heleboel van leren. En ja, het is een perfecte organisatie wat mij betreft. Ja, zullen we er eens een paar vragen in gooien? Want er komen ook wel vragen van bezoekers binnen. Ja, zijn jullie nog van plan om een aantal IDC-wedstrijden, de voormalige OOW Cup, te gaan rijden? Dat is een van de vragen. Ja, ik heb zelf, daar zijn we nog niet voor aan het plannen. Dan moeten we kijken als het uitkomt in de kalender. We hebben het moment nog niet gepland, maar het kan zeker gaan voorkomen. En Ricardo? Ja, mijn planning is eerlijk gezegd om de eerste wedstrijd mee te doen. Als alles natuurlijk door kan gaan. Want die is in april, 10 april als ik het goed heb. En het seizoen in het IDM start in mei. En het lijkt mij wel goed om toch een wedstrijd gereden te hebben. Dat je toch het wedstrijdgevoel even hebt. Even in strijd met de jongens en alles. Dus ik ben wel van plan die mee te gaan doen. Maar ja, dat hangt natuurlijk allemaal af van budget. Of het team eventueel kan. Het moet allemaal nog overlegd worden. En of het natuurlijk allemaal door kan gaan in verband met het hele corona.
Duidelijk. Dan heeft Krijn Gozens een vraag en die is voor Ricardo. Ben je niet bang dat je de Yamaha gaat missen komend seizoen? Nou, nu ben ik er nog niet bang voor. Ik heb natuurlijk 7 jaar op Yamaha gereden en ik ken eigenlijk niet anders. Maar ja, ik denk dat de BMW gewoon een hele goede motor is. Maar ik kan het pas zeggen als ik de eerste keer getest heb met het team. Ja, natuurlijk, de Yamaha zal dingen hebben wat een voordeel is. Maar ik denk dat de BMW ook zijn voordelen heeft. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zullen vast dingen zijn dat ik denk, oh, had ik die Yamaha nog maar? Of, maar ja, we gaan het zien. Oké. Dan hebben we een vraag van Remco Lagerwij. En Remco die vraagt wat jullie ambities zijn in de racerij. Is IDM het plafond of willen jullie nog een andere richting? Of, nou, er is net eigenlijk al een beetje over gesproken World Superbike. Maar kunnen jullie daar beide iets meer over vertellen? Beginnen we bij Pepijn? Nou ja, zoals iedereen als klein kind een droom heeft, is dat natuurlijk het hoogste halen. Maar uiteindelijk moet je ook realistisch zijn en kijken van, hey, wat is haalbaar? En dat is voor mij is IDM een kampioenschap waar ik me heel erg thuis voel. Heb ik veel plezier dat is ook goed te doen. Daarnaast rijd ik ook afgelopen seizoen ook in het EWC gereden, het World Endurance kampioenschap. En dat is ook een kampioenschap waar ik ook echt gewoon heel veel plezier heb. Dat is een heel ander soort mindset moet je daar hebben. Draait het niet om het individuele resultaat, maar echt om het teambelang. En dat vind ik ook iets wat me heel erg aanspreekt en waar ik me ook eventueel in de toekomst ook nog wel wat meer in wil verder gaan. En ga je dat dit jaar ook nog weer doen? Nou ja, afgelopen seizoen heb ik voor het Duitse GERT-team gereden. Dat team heeft besloten om te stoppen in EBC en ook naar het IDM te gaan. Die gaan met 2 rijders ook in de IDM Superbike aan start. Dus ja, ze hebben geen EBC-team meer. Dus dat verhaal houdt voor mij op. Ik ben verder nog niet op het moment aan het zoeken geweest naar een ander team. Ook nog niet direct geen concrete aanbiedingen gehad waar ik denk van hey, dat is wat. Als ik in het EWC weer ga rijden, dan wil ik wel een team hebben waar ik ook echt vertrouwen in heb dat goed werkt. Het is bijvoorbeeld een 24 uur wedstrijd, is echt lang. Dat is niet alleen voor de rijders heel zwaar, maar ook voor het hele team. De monteurs die hebben het misschien nog wel veel zwaarder als de rijder, want die moeten elk uur weer die pitstop maken. En een rijder die zit een uur op de motor en heeft daarna 2 uur gewoon dat hij even kan relaxen. Dus die heeft in verhouding en die wordt veel beter verzorgd als een monteur. Dus eigenlijk is het voor de monteurs misschien nog wel zwaarder bijna als voor de rijders. En dat vind ik wel, dan moet je ook een goed team hebben waar de monteurs ook echt goed fit zijn, dat die geen fouten maken, want anders kan het ook heel gevaarlijk worden. Als een goed team van rijders zoekt, dan mogen ze je bellen. Ja, dan sta ik er zeker voor open. Ja. En Ricardo? Ja, zoals Pepijn natuurlijk altijd zei, je wilt het hoogst halen wat er mogelijk is. Maar zoals we net ook besproken hebben, zo het WK Superbike, het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar ooit in te kunnen komen. En ik ben ook nog lang niet zover. Maar voor nu, het IDM, wat ik eigenlijk zie als een Europees kampioenschap, dat is al een heel, heel mooi iets. En mijn doel is natuurlijk eerst om daar voorin mee te draaien. En als er dan ooit een kans zou kunnen komen om die stap naar het World Superbike te kunnen maken, ja, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. Maar dan moeten we nog wel flink aan het werk. Wat Pepijn altijd gedaan heeft, het EWC, ja, dat vind ik ook heel erg mooi. Ik zou afgelopen seizoen bij het Belgische Motortech van start gaan. Maar die hebben helaas vanwege het coronavirus financieel niet alles rond kunnen krijgen. Dus dat gaat niet door. Maar nu ben ik puur en alleen aan het focussen op het IDM. Ik kijk eigenlijk verder nergens naar. Ik wil volle focus leggen op het nieuwe project met BMW. Maar als er wel een mogelijkheid komt in het EWC, dan zal ik daar zeker voor openstaan. Maar dat is niet mijn eerste doel nu. Het IDM staat voorop voor mij. Oké. We hebben gelijk is ook een vraag, ik denk voor allebei, is van Henk Brinkies. Is de kleurstelling van de motor en het pak al bekend? Ricardo?
Ja, het team heeft de kleuren wit, groen, blauw. Dus even heel wat anders dan waar ik de afgelopen jaren mee gereden heb. Maar ja, mijn helm die is altijd oranje en dat blijft hij ook. Maakt niet uit wat de kleur van de motor is, als je paars, dat wordt gewoon oranje. Dus dat is zelfs wel zeker, maar voor de rest, ja, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog overleggen en weet ik nog niet. Oké, en ja, voor Pepijn is natuurlijk de bestaande kleuren, maar worden die nog anders? Of, Nee, volgens mij blijft de kleurstelling zoals afgelopen seizoen ook door het EGS Alpha van zo'n team gereden is. Blijft zeg maar vergelijkbaar. Ja, oké. Wat ik nog wel leuk vind om te zeggen. Eigenlijk wel een vraagje, en die had onze collega Guido Venneman ook al, en die brandde mij ook al op de lippen. Er is een nieuwe BMW. Michael van der Mark gaat op een hele. De BMW M1000RR rijden. En er was voorheen natuurlijk de S1000RR. Maar hoe is dat voor jullie? Gaan jullie met de S of met de M rijden dit seizoen? Wie kopt hem in? Jij begin, Ricardo? Ik begin. Wij rijden gewoon met de S. Ja, waarom? Ja, volgens mij is het ook niet mogelijk voor het team om de M te krijgen. Want wat ik begrepen heb, maar ik kan het ook mis hebben, is dat Mikalchik de enige is die met een M rijdt in het IDM. Of het Gert... Niet helemaal. Ook, ik weet het niet. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar wij rijden in ieder geval met de S. Ja. Ja. Nou, misschien kan Pepijn antwoord geven op die vragen die jij niet weet. Misschien weet Pepijn daar iets meer. Ja, wij rijden ook met de M. Vanuit BMW wordt het voor het team voorgeschreven eigenlijk. En ik weet ook dat het Gert-team gaat ook sowieso met één, maar volgens misschien met twee ook M's het seizoen beginnen. Ja, ja ze zijn er meerdere. Ja, het team van Benny Wilbers zal ook ongeveer ook, ja. Florian heeft ook heeft er ook een ter beschikking. Ja. Oké. En dan doen we er nog één vraag. Die komt, we doen er eigenlijk twee. Als jullie nog een tweede rijder zoeken, misschien iets voor Danny van der Sluis is een vraag of een opmerking van Jan Knol. Dus, maar die kun je dan in je achterzak meenemen, Ricardo. En dan heeft Klaas Tuin nog een vraag. Is het een idee om samen de 501 te gaan rijden in juli? 501 van 8. Ja, wie weet. Nou, dat is helemaal niet zo'n dom plan natuurlijk. Als Klaas een beetje gaat sponsoren, dan is het helemaal goed. Ja, jij komt van hem in, Pepijn. Ik denk dat... Klaas, ik denk dat je een telefoontje kunt verwachten. Ja. Maar niet onze schuld geven. Dus, nee, zetten we gewoon in de Repcon kleuren, geen probleem. Oh, kijk, ook weer geregeld. Dus Assen. Ja, nee, wat ik nog wel nieuwsgierig naar ben. We zitten natuurlijk nu gezellig met elkaar te kletsen. Maar jullie hebben op de baan, komen jullie elkaar ook regelmatig tegen. Gaat het er dan ook altijd zo vriendelijk aan toe? Ja, meestal wel. Ja. Heel netjes allemaal. Ja. We houden heel erg van contact, elleboogjes, dat soort dingen. Nee, het valt mee. Wij hebben altijd wel een mooie gevechten. Ik denk dat Pepijn een agressieve rijder is en dat kan ik ook zijn. Ja, dat brengt soms wel mooie gevechten met zich mee. Dus ja, maar ik heb altijd mooie gevechten met Pepijn, dus ja, top. Wat zijn, ja, we hebben elkaar nog nooit eraf gereden volgens mij, toch? Nee. Ik moet nog even één ding melden, want Klaas Tuin heeft ook nog Frank Niemand. Dus ik denk dat het een driemansteam wordt. Maar ik weet niet of hij dat bedoelt met die opmerking. Maar dus het kan zijn dat jullie met z'n drieën moeten gaan rijden. Ja, dan komt wel goed. Maar gaan we een Yamaha en het team toe, hè, Pepijn? Ja, dat weten we. Dat zien we dan nog wel. Ja. Wordt nog even overlegd later. Doen we nog wel even een meeting zo meteen. Ja. Maar zijn jullie zeg maar, op de baan, jullie vertellen net al bij agressieve rijders. Zijn jullie, vinden jullie van elkaar, denk je dat je, zijn jullie redelijk dezelfde rijders of hebben jullie totaal verschillende rijstijlen? Nou ja, ik weet dat Pepijn een hele late remmer is en dat ben ik ook. Dus ja, dat inhalen bij elkaar is af en toe nog wel eens lastig. Maar ja, ik ben een late remmer en af en toe hoor ik wel eens een coureur schelden dat ze een beetje zat zijn van me, dat we altijd laat, dat ik er pas laat tussendoor kom of dat soort dingen. Maar ja, als ik een gaatje zie, dan gaat hij erin. Ja. Daar gaan we ervoor. Ja. Dus ja, zo gaat dat.
Nee, daarom denk ik wel dat we redelijk vergelijkbaar zijn. Ricardo ook, die heeft zich ook al heel goed aan een superbike gewend om echt de superbike stijl, dus laten remmen eigenlijk en zorg dat je vroeg op het gas kan, de bocht uit kan. Dat heeft hij ook echt goed aangewend. Dus nee, dat denk ik dat we redelijk vergelijkbaar zijn. We hebben het net even over de motoren gehad, hè, met BMW en de type motoren. Maar misschien ook wel voor de kijkers best wel, ook wel goed om te weten. Kijk, met de BMW en de DDM wordt al jaren, is dat eigenlijk al een topfiets als het ware. En in de World Superbike is dat nog niet de winnende fiets. Kunnen jullie uitleggen waardoor dat komt dat bijvoorbeeld in het DDM dat de BMW zo sterk is, maar bijvoorbeeld in de World Superbike nog niet? Ja, dat is. De World Superbike is weer een heel ander soort klasse. Daar zijn de reglementen heel anders, waardoor je andere sterkte en andere zwaktes kunt of moet gebruiken. IDM is eigenlijk een relatief standaard reglement. Veel delen moeten standaard blijven, zoals je vering is. Veel delen zijn er standaard van. Je frame moet standaard blijven. Blokken zijn allemaal standaard. Dus heel veel standaard dingen. In de WK Superbike mag veel meer. Waardoor ja, bijvoorbeeld een Kawasaki zie je dat hij gewoon heel sterk is. Maar die hebben eigenlijk gewoon een MotoGP-supported systeem eigenlijk neergezet. Als je het vergelijkt met de andere merken, zitten die gewoon qua support en qua hoe dicht op de fabriek ze zitten, zeg maar veel dichter erop. Dat is nu de vraag ook. Ik hoop dat BMW nu ook dat stapje daarmee kan maken in de World Superbike, omdat ze nu de M hebben uitgebracht. Waardoor ze toch wat probleempjes die ze tegenaan liepen, dat ze die in de WK Superbike nu ook ja, eigenlijk sneller kunnen oplossen. Ja, want er gaat natuurlijk ook naast dat jullie allebei met een BMW gaan rijden, gaat er nog een andere Nederlander ook met een BMW rijden in de Ja. WK Superbike, Michael van der Mark. Ja, Pepijn heeft natuurlijk veel ervaring met de BMW, en dan natuurlijk niet met de M, maar heb je een geval het gevoel hoe Michael het kan gaan doen nu met de nieuwe BMW in de World Superbike? Nou ja, Michael is gewoon echt een hele goede coureur. En die heeft altijd al laten zien dat ze heel snel kan aanpassen. Volgens mij was dat nu met de testen, de eerste testen die hij gedaan heeft, ook al goed te zien dat hij gelijk heel snel was. Als BMW nog dat een kleine stapje vindt om eigenlijk over de hele race er goed bij te kunnen zitten met de motorfiets die ze nu uitgebracht hebben, dan kan die denk ik zeker. Het misschien nog wel beter gaan doen dan dat hij op de Yamaha heeft gedaan. Dus dat hoop ik echt voor hem. Ricardo? En ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen aan wat Pepijn net verteld heeft over de motor. Maar ik denk ook dat het voor BMW heel goed is dat ze Michael hebben aangetrokken. Want kijk, door Sykes en Lafferty zijn natuurlijk geweldige coureurs. Alleen ik denk wel dat Michael meer kwaliteit heeft dan hun. Ik denk dat zoals Sykes zijn beste jaren heeft gehad. En dat Michael nog gewoon in topvorm is. En ik denk dat dat hun ook al wel flink wat goede resultaten kan brengen. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn voor de hele Nederlandse motorsport als Michael het uitstekend gaat doen op de BMW. Ja. Ter afronding van een stukje over het IDM, want dan gaan we het daarna nog ook samen met Evert nog even wat andere onderwerpen hebben. Het seizoen 2021 komt eraan. Nou, net, we hebben er al van allerlei dingetjes over besproken. Maar hebben jullie al een bepaald doel gesteld voor het nieuwe jaar van hé, daar wil ik gaan eindigen? Ja, wie begint? Ja, dat kan. Nou, als ik wil zeggen, ja, voor mij is het. Wat ik 2019 was een super seizoen. Derde plek in het kampioenschap. Veel op het podium gestaan of heel vaak heel dichtbij. Mijn doel is om dat te evenaren of te verbeteren. Dus daar gaan we gewoon volle bak voor. Ja, mooi. Ricardo? Ja, voor mij in 2019 natuurlijk een heel mooi seizoen gehad. Goede resultaten gehaald. En ja, ik wil natuurlijk terug naar dit hele verhaal. Maar mijn eerste jaar met BMW zal vast moeilijk worden. Ik ga er natuurlijk vanuit dat alles goed gaat verlopen. Maar ja, je zult toch tegen dingen aan gaan lopen wat je moet leren. En wat toch anders is, waar je niet in één keer een oplossing voor hebt. Maar ja, het doel is natuurlijk gewoon om de resultaten te halen die we in 2019 ook gehaald hebben. Maar we gaan zien hoe dat gaat lopen. Ik heb er natuurlijk altijd vertrouwen in. We gaan het zien. En dan als afsluitend daarin. Jonas Folger is weg, dus we krijgen een nieuwe kampioen. Wie zijn in jullie ogen de grote titelkandidaten voor het seizoen 2021? Naast jullie twee uiteraard natuurlijk. Hè. Nou, als ik zelf geld erop in zou moeten zetten, dan zou ik het toch op Ilja doen.
ik denk dat hij echt heel erg sterk is. En die heeft zich ook, Michalczyk. Toen Volker er was, heeft hij zich, in sommige wedstrijden heeft hij het lastig gehad natuurlijk. Maar in de meeste wedstrijden heeft hij toch wel laten zien dat hij de sterkste in het veld is. Maar ik zou Schmid er ook absoluut niet onderschatten, want die is me vorig jaar ook echt opgevallen. Die heeft echt een goed seizoen gereden, was altijd sterk, overal. Ja, en zoals de laatste race klopte die Michalczyk ook. Dus ja, ik denk dat dat ook iemand is waar we echt op moeten letten. Heb jij daar nog aanvulling op? Ik denk Florian Alt is ook afgelopen seizoen heeft laten zien dat hij snel is. Dus die denk ik, die hoort er ook zeker bij het rijtje wat Ricardo net vertelde. Daarnaast in Hockenheim hadden we een gastrijder een Fransoos Valentin. Die verwacht ik ook wel dat hij gewoon voor het podium altijd meestrijdt. En ook zeker als eventueel als titelkandidaat. Dus ja, ik ben benieuwd wat de Honda's gaan doen. Die in deze winter het stapje kunnen maken met Polita en Poeven. Ja? Dus ik ben benieuwd dat ze die er ook bij zitten. Afgelopen seizoen hadden die natuurlijk een nieuwe motorfiets. Ja, dat was nog niet makkelijk voor ze. Maar ik denk dat die ook zeker wel een stapje gaan maken. Dat verwacht ik wel. Dus wat dat betreft denk ik zeker dat het een heel spannend seizoen gaat worden. Dat er weer een hoop mensen, een hoop rijders kunnen echt op het podium staan. Dus met de reverse grid is dat zeker ook weer interessant dan met de twee races. Dus ik kan niet wachten tot het begint. Ja, mooie dingen. En als goed is zijn de wedstrijden dit jaar ook weer live te volgen volgens mij op internet. Hè? Zoals dat afgelopen jaren ook het geval was. Ja, die livestream willen we ook weer doorzetten. Dus dat is heel super. Ja, super, super. Evert, ik geef het woord even aan jou. Ja, nog even twee dingen. We komen nog een keer terug op die 501, want dat leeft toch schijnbaar erg bij jullie achterban. Ook Danny van der Sluis is er nog. Dus ja, Staphorst, Punthorst, half Staphorst. Dus ja, Klaas Steun krijgt het heel druk de komende dagen. Dat in de gaten. Ja. Dus dan gaan we nog even één opmerking van Christian Scholtens, en die vraagt zich af of BMW is een full factory team, World Superbike, het team waar Michael heen gaat. Dat klopt, maar het team is een full factory team, maar het team wordt gerund door een Engels team, en dat is het team van Sean Muir. En eigenlijk kun je het wel een full factory team noemen, en ook BMW M is daar nauw bij betrokken. Dus het is wel een full factory team, waar eigenlijk het faciliteren gedeelte gedaan wordt door een Engelse club. Goed, ik denk dat we dan, en blijf er gezellig bij jongens en discussieer mee, want we hebben best wel een aantal nieuwtjes die we vandaag binnenkregen. En of eigenlijk kwam het nieuws gisteravond binnen, terwijl we net voor de uitzending zaten, of de live chat van gisteravond, dat de WK zijspannen, die worden toegevoegd begin juli, aan het WK Superbike programma tijdens de Britse ronde op Donington Park. Nou, en nou zullen jullie zeggen van joh, leuk, prima, extra wedstrijd erbij, altijd goed. Maar dat is best wel bijzonder. Want een aantal jaren terug heeft Dorna eigenlijk gezegd van, en dat was volgens mij op de Sachsenring, daar gebeurde toen een ernstig ongeval. Ja. En dat liep niet helemaal goed en dat kwam door olie en dat kwam door allerlei omstandigheden, maar daarna heeft Dorna gezegd, zolang wij wedstrijden organiseren, komt er nooit meer een WK zijspanrace of zijspanrace in het bijprogramma. Nou, er is heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar, de gesprekken zijn vorig jaar al begonnen. En het is eigenlijk best wel uniek. Dorna is daarop teruggekomen en begin juli op Donington Park zijn de zijspannen, een extra wedstrijdronde, zijn ze terug bij het WK Superbike. WK Superbike rijdt daar, Donington Park, daar rijdt niet de 600, Supersport 600, 600 en de Supersport 300, dus alleen de WK Superbike, of de Superbike klasse. Dus daar komen de zijspannen bij en dat is hartstikke goed nieuws. Maar, dat is nog niet bevestigd, maar voor de oplettende racesportbezoeker, die heeft de kalender gezien van het WK zijspannen voor dit jaar. En er staat in het weekend van 23 tot 25 april, staat er nog een open datum als TBA, dus die moet nog bekendgemaakt worden. En de World Superbike liever,
liefhebbers die weten dat dat weekend het World Superbike te gast is op Assen. Dus er kan de komende dagen, komende weken wel eens heel mooi nieuws komen. Dat niet alleen Donington Park of de weken superronde, Superbike ronde op Donington Park een zijspanwedstrijd telt. Maar het kan ook maar eens zo zijn dat op Assen tijdens de Nederlandse ronde van de weken Superbike ook de zijspannen daarbij zijn. Ik ben wel benieuwd als we dat qua programma doen, want in Donington rijden er veel minder klassen. En in Assen, als ik het goed zeg, volgens mij dan heb je best wel een vol programma met de Supersport en de 300. Dus dat is denk ik nog wel even puzzelen hoe ze dat gaan regelen, zeg maar. Maar het zou hartstikke mooi zijn. Het is nog niet officieel bevestigd, hè, maar achter de schermen wordt er wel druk al over gespeculeerd. En, en ik denk dat een goede ontwikkeling is. En helemaal voor de Nederlanders. We hebben natuurlijk nogal een paar Nederlandse deelnemers in het sidespan wereldkampioenschap. Dus het zou heel mooi zijn. Ja. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan, jongens? De zijspannen terug bij op het Dorna toneel? Ja, ik vind het altijd spectaculair om te zien. Zijspannen, als je vooral de WK-zijspannen, dat gaat er echt serieus op. Dus dat is wel ook best wel de moeite waard toch te kijken. Ja, ik vind het ook wel erg mooi. Het is natuurlijk een prachtige sport om te zien. Kijk, ik doe het natuurlijk niet, maar die mensen die de zijspanrace doen, die houden net zoveel van de sport als ik ervan hou. En ik vind het heel erg mooi dat ze die de kans geven om bij zo'n groot evenement deel te kunnen nemen met zoveel bezoekers, als het natuurlijk allemaal weer mag. Want die jongens die werken er ook keihard voor en vinden het natuurlijk prachtig wat ze doen. En ik vind het top dat dat geregeld wordt. Ja, het kampioenschap afgelopen jaar, natuurlijk 2020 is het kampioenschap volledig gecanceld. Ja, daar hebben ze nog wat aanvullende wedstrijden gereden. Maar in het jaar daarvoor was het kampioenschap echt wel weer in de lift met meer combinaties. En ze zijn er echt heel druk mee bezig om dat weer op een hoger level ook wereldwijd te krijgen. Mm-hmm. Ja, en ik zie nu Henk de Zwart zegt tot mei geen grote evenementen in Drenthe georganiseerd. Dat is zelfs tot 1 juni. Maar ik wil daar wel iets van zeggen nog. Wij zijn achter de schermen best wel druk geweest om te kijken en te onderzoeken hoe die situatie in elkaar steekt. En het is natuurlijk bekend dat het weekend 23 tot en met 25 april het WK Superbike in Assen gepland staat. Ja, en als je zo'n bericht leest dat een veiligheidsregio Drenthe alle grote evenementen verbiedt tot 1 juni. Juni, ja. Dan zou je gelijk zeggen van het WK Superbike gaat in Assen, dat kunnen we vergeten, gaat ook niet hoor. Dat zit toch iets anders in elkaar. Een WK Superbike en maar ook een Dutch TT, die hebben een topsportstatus. En evenementen met een topsportstatus, daar moet een protocol voor ingeleverd worden. Nou, die protocollen die heeft Dorna natuurlijk afgelopen jaar gewerkt in de MotoGP, maar ook in de Superbike. Dus een wedstrijd zonder publiek, een minimaal aantal mensen in de paddock, geen media of nagenoeg geen media bij het WK Superbike. Nou, dat is ook hoe er naar het WK Superbike in Assen gekeken wordt. En Dorna zal daar een protocol in moeten dienen samen met TT-Circuit bij de veiligheidsregio Drenthe. Dat is een voordeel, want Marco Oud, de burgemeester van Assen, die is voorzitter van de regio veiligheidsregio Drenthe en dus een vervente motorliefhebber. Maar goed, zij gaan daar serieus naar kijken. En als dat protocol van Dorna voldoet aan de eis of de goedkeuring kan verdragen van de veiligheidsregio, dan zou het best zo kunnen zijn dat WK Superbike in Assen doorgang kan vinden. Maar goed, wij kunnen eigenlijk wel op onze klompen aanvoelen, om dan maar even in de stappers totaal te blijven, dat er geen evenement in april zal zijn met 20.000 of 30.000 bezoekers op de tribunes. Ja, dat zal lastig worden. Ja, dat wordt het hele seizoen misschien nog wel spannend, oftewel echt bezoekers sowieso voor juni, juli verwacht ik eigenlijk. Is mijn gevoel dat het nog wel lastig gaat worden dat er bezoekers bij mogen zijn, ben ik bang. Ik hoop dat het eerder mag, maar ik ben er bang voor. Ja. Maar goed, ik zie er een aantal vragen binnenkomen, een aantal opmerkingen. Ik hoop dat ik hiermee een klein beetje duidelijk heb kunnen maken dat het toch iets anders is dan het bericht wat er in de media verscheen. Helemaal geen evenementen. Dus laten we hopen dat de WK Superbike in Assen door kan gaan. En wie weet
met wel een extra klasse erbij het WKC spannen. Nou, als we met het IDM Amsterdam maar weer publiek mag komen, dan kunnen wij weer iedereen uitnodigen. Ja, ja, met... Dat is half augustus, staat in de kalender, hè? Ja, ja, daarom. Dan is iedereen, heeft iedereen een prikje gehad en dan is het helemaal goed. Ja. Oké, okay, ja. Maar er is ook wel een ander nieuwtje nog. Kijk, die kwam vanmorgen volgens mij binnen. Dat Le Mans, de 24 uur van Le Mans eind april, die is volgens mij in hetzelfde weekend of... De week daarvoor. Zeg maar op Le Mans, die wordt wel achter gesloten deuren verreden. Dus ook in Frankrijk mag er dit keer geen publiek bij. En dat was afgelopen jaar ook al zo. Maar goed, als daar publiek komt, dan komt een week feesten. En dat is één grote feest. Chaos. Chaos met 200.000 plus mensen. Dus ja, het is ook wel begrijpelijk dat dat nog iets te vroeg is. En dat dat op dit moment nog niet kan. En dan hebben we nog een heel ander nieuwtje. En we beginnen eigenlijk met positief nieuws. Dat Donna heeft vandaag een nieuwe serie bekendgemaakt. De Mini GP, zeg maar. Een wedstrijdreeks die wereldwijd door verschillende bonden georganiseerd gaat worden op ovale machines. En dat moet dan de eerste stap zijn van de Road to MotoGP, waar ook zeg maar de Red Bull Rookies Cup en de European Talent Cup en ook de Northern Talent Cup, Asia Talent Cup ondervallen. Ze gaan een stapje verder nu nog. Ze zijn met nationale bonden in gesprek om daar een competitie van te maken voor de jonge rijders van 10 tot 14 jaar. Die vervolgens een finale rijden in Valencia en vanuit daar zeg maar de winnaars een mogelijkheid krijgen om naar de European Talent Cup, Asia Talent Cup over te stappen met steun van Donna. Hele mooie ontwikkeling, hele goede ontwikkeling. Hoe kijken jullie daar tegenaan, jongens? Nou, dat is ja, natuurlijk dat is... heel mooi. Ja, nee, ik weet eerlijk gezegd niet wat een betere opstap zou zijn dan dat. Eerder had je volgens mij altijd, god, wat was dat toch ook alweer, in Albacete. Ja, ook, ja. Maar had je ook het mini-WK in Albacete, volgens mij altijd. Ja. Dat een groot evenement was met Superbike, Supersport, 125 en alles. Ja, dat was een wetenschap op een gegeven moment, toch? Ja, ja, ja. Maar dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling, ook voor de jeugd en perfecte opstap. Ja, het zou echt super zijn als dat doorgaat. Heel mooi. Ja, het is altijd goed dat ze van onderuit de aanwas goed, dat die goed blijft komen en dat die door kan stromen. Dat is belangrijk. Ja, dat betekent heel anders dan in jullie tijd, toen jullie zeg maar die leeftijd hadden van 12, 13. Ja, toen zat ik nog niet op een motor op het circuit. Ja, nee, dat kun je nagaan, ja, ja. Maar goed, kijk, hetzelfde bericht, dat kwam vanmiddag om 3 uur is dat gepresenteerd door Donna. En dan ben je als racesport verhaaltjesmaker, dan ben je eigenlijk best wel blij. Alleen, het eerste wat mij te binnen schoot toen dat nieuws kwam, hoe zal dat gaan in Nederland? Want in Nederland hebben we ook een ovale cup, maar die rijdt bij Rap Holland. En een voorwaarde van Donna in deze hele gebeuren is dat vanuit de bond geïnitieerd moet worden, dat die daarachter staat. Dus dat was eigenlijk mijn eerste vraag die in mij opkomt, hoe gaan we dat in Nederland doen? Nou, wordt het toch tijd dat ze allemaal goed gaan samenwerken. Ja, maar nu komt het verhaal en we komen daar later nog op terug. Maar anderhalf of 2 uur voordat deze uitzending begon... kreeg ik een mail van de voorzitter van Rap Holland. Ja, en toen zakte me eigenlijk wel een beetje de broek af. Want die schreef, Rap Holland heeft afscheid genomen van de KNNV en is nu aangesloten bij de MOM. Met als reden. Ondanks toezeggingen van de KNNV om Rap Holland te ondersteunen en niet met onze klasses rechtstreeks te concurreren, gebeurt dit helaas wel. Met ingang van 2021 gaat de KNNV zelf NK Junior Moto organiseren en is dus rechtstreeks concurrent van zijn aangesloten clubs. Rap Holland was aangesloten bij de KNNV als club. Met ingang van 2021 zijn de pocketbikes met standaardblokken, ovalen en pitbikes welkom bij de NK Junior Races. Junior Moto
En dat allemaal klasses die afgelopen jaar bij de Rap Holland reden. Andere reden, het niet selecteren van talentvolle coureurs van de Rap Holland voor het KNV talententeam. En als laatste reden, het negatief adviseren naar overkoepelende organisaties en vervolgklassen. Northern Talent Cup, Red Bull Rookies van de huidige ovale rijders. Nu is dit een eenzijdig verhaal, maar ja, dit is natuurlijk niet goed voor de sport. We hebben er eerder deze week al over gehad, dat ook zeg maar IDC, KNV, een samenwerking, dat mislukte. We willen hier zeker op terugkomen, dat gaan we ook Rap Holland terugschrijven, maar we moeten wel twee partijen horen. Absoluut. Dus dit wordt wel vervolgd, maar ja, dit is natuurlijk, dit klinkt niet goed voor onze Nederlandse motorsport. Nee. Nou, dan is morgen Camille in de uitzending. Nou ja, we gaan proberen om te kijken wie we zeg maar hiervoor moeten vragen, maar we komen er zeker op terug. Alleen ja, het deed ons als motorsportfan wel een beetje pijn om dit verhaal vanavond binnen te krijgen. Dus wordt vervolgd, maar ja, jammer. Ja, zeker ja. Absoluut. Nou goed, ja, ik denk dat we er wel bijna door zijn, Assen. We zitten volgens mij nog 2 minuten en dan hebben we het uur vol. Ja. En ja, even een paar kleine dingen, huishoudelijke mededelingen. Wij hebben geroepen vanaf de eerste dag, maandagavond zijn we begonnen met een testuitzending. Jongens, we gaan gewoon 7 dagen in de week plankgas, gaan we elke avond een live chat doen. Daar moeten we een klein beetje van terugkomen, want we hebben er nu 4 op zitten en ja, we wisselen wel af, maar dit vergt wel enorm veel voorbereiding en energie. En als de uitzending afgelopen is, dan rammelt de telefoon ook vaak nog 20 keer. Dus het is best wel pittig om te doen. Dus we hebben eigenlijk vandaag besloten dat we het weekend, zeg maar, we blijven het doen. We gaan ook volgende week, maar in ieder geval zaterdag en zondag nemen we even rust, want ja, dit gaat gewoon iets te gek en ja, daar moeten we eigenlijk even van terugkomen. We hebben wel de komende tijd een aantal hele interessante gasten. Het was, en daarom belde ik jullie vanmiddag pas zo laat, heren. We hadden op de planning staan dat Loris Bas vanavond hier zou zijn. En het nieuws is natuurlijk dat Loris Bas naar Moto America gaat, dat hij daar voor Ducati gaat rijden en niet meer bij Tenkate. Nou, Loris zou dat plan, hoe dat allemaal tot stand is gekomen, zou hij vanavond hier uit komen leggen en met ons daarover gaan praten. Alleen zei het niet dat zijn manager het even iets te vroeg vond, omdat nog niet alle aantekeningen gezet waren. En zei van, we moeten even wachten dat het de handtekening er staat, maar de afspraak met Loris staat. Maar goed, nog gaan heel veel mensen natuurlijk denken van ja, dat is einde oefening voor Tenkate in het World Superbike. Dat is ook allemaal nog heel spannend, maar we hebben ook een afspraak met Kervin Bos. Kervin die komt ons komende week maandag, dinsdag, zo gauw het kan, nieuws vertellen. En dan is hij ook de gast in de uitzending. Dus we hebben nog voldoende in het vat zitten. Alleen dus zaterdag en zondag laten we even verstek gaan. En onze excuses daarvoor dat we iets te enthousiast begonnen deze week. Maar ja, het vergt van iedereen heel veel om zo'n uurtje vol te praten hier. En alle voorbereidingen te doen. En de werk wat we ermee hebben. Dus we doen het met heel veel plezier. Maar morgen zijn we er weer. Maar even zaterdag en zondag. Dank even. Ja, dat ligt ook nog wel wat ander werk. En kijk, ik merk een beetje dat overdag, zeg maar, je bent zo druk met de voorbereidingen, mensen bellen, vragen, de boel organiseren, dat het andere werk, zeg maar, een beetje erbij blijft liggen. Dus er liggen nog wat nieuwtjes. Die hadden we anders vandaag geplaatst, maar komen we simpelweg niet aan toe. Dus we moeten even daar pas op de plaats maken. Dus vandaar dat we even zaterdag en zondag even er niet zijn. Maar volgende week maandag zijn we er weer. Rest mij dan niks anders dan Pepijn en Ricardo te bedanken dat jullie op het laatste moment in konden springen en met ons hier een uurtje over motorsport konden praten. Gewoon lekker een uurtje kletsen. Mogen toch niet naar buiten.
Ik vond het geweldig. Ook Assen, hartstikke bedankt dat jij er vanavond bij was. En we gaan afsluiten. We geven Bent-Jan de opdracht om de schuif naar rechts te zetten. En hebben jullie ervan genoten? Laat het weten. Laat een leuke reactie achter. Geef ons een mailtje. Stuur ons berichten. Wat er beter kan. Wij blijven ons best doen. Bedankt voor het kijken vanavond.